Ministère Media, vandaag met een programma over het internet. Het internet is de toegang tot een enorm aantal aan elkaar gekoppelde computers over de hele wereld. Eigenlijk kun je het zien als de toegang tot een soort wereldwijde bibliotheek. Een bibliotheek waar waanzinnige dingen in staan. Je kunt uitvinden wie, wanneer en hoe de eerste stap op de maan is gezet. Je kunt uitvinden wat er in de bibliotheken van de Amerikaanse CIA, maar ook van het Witte Huis zit. Natuurlijk niet alles, maar je kunt ontzettend veel op dat internet vinden. Je kunt ook andere dingen doen met het internet. Je kunt elektronisch post versturen. E-mail heet dat. Je kunt praten met anderen via je beeldscherm. Je kunt over een tijdje ook elektronisch betalen via het internet. Kortom, het internet kan een heleboel dingen. In dit programma gaan we in om een paar van de mogelijkheden. En we praten met Mickey over een van de mensen die onder meer in Mystère lesgeeft in het internet. En bijvoorbeeld een cursus internet voor vrouwen geeft. We praten met Mickey en zij gaat vertellen wat zij ervaren heeft met dat internet. Daarvoor maken we een klein tochtje over het net en laten u dingen zien die we zelf leuk vinden. Begrijp ons goed, het internet is niet de oplossing voor alle kwalen. Men spreekt wel eens over de elektronische snelweg en het internet zou dan een eerste fase daarvan zijn. Nou, daar geloof ik niet zo in. Die elektronische snelweg zal er best komen, maar dat internet is echt niet de ideale manier om met computers en met informatie om te gaan. Je zou zelfs kunnen zeggen, data, gegevens, is niet hetzelfde als informatie. We praten over de informatiesnelweg, maar eigenlijk is het een datasnelweg. We kunnen alleen heel veel dingen heel snel vinden, maar wat hebben we er ook aan? Wat dat betreft is internet nog volop in ontwikkeling. Er wordt wel gezegd dat op den duur 60-80% van wat mensen op het internet gaan bekijken, lokale informatie zal zijn. Lokale gegevens zoals welke films spelen deze week, wat is er te zien in de musea, waar kun je uitgaan, wat speelt er voor het in Amsterdam, in Paradiso vanavond, volgende week, de Melkweg. Kortom, praktische dingen waar je gewoon behoefte aan hebt. Hoe laat is het zwembad open, elektronisch betalen, contact met de gemeente, contact met de politiek. Dingen die gewoon dichter bij de mensen liggen. Op dit moment is het nog vaak surfen, zoals dat heet, op het internet. En vooral ver weg kijken. Mensen willen weten wat er op de Playboy site, zo heet dat, in Amerika staat. Of wat er in de archieven van NASA staat. Of welk commentaar door bepaalde politici in Amerika is gegeven. Dat is op zich heel leuk. En ook heel nuttig voor studenten of mensen die zich daarmee bezighouden. Maar voor iemand die niks anders doet dan de computer gebruiken voor amusement, is het eigenlijk te beperkt. We moeten dus wat betreft dat internet nog een hele weg gaan. Het moet nog wat praktischer worden, het moet nog wat leuker worden. En we moeten vooral voorkomen dat het ook te duur gaat worden. Want dat is de trend op dit moment. Mensen gaan dat internet ook echt gebruiken, maar het wordt een dure grap. Het kost je iets van 30 gulden per maand, maar bij de meeste aanbieders moet je dan daarna ook per uur nog wat betalen en de telefoonrekening loopt ook op. Ook op die kosten gaan we in dit programma in. Internet is hot. Internet is hype. Je leest erover, je ziet het in de kranten, je ziet het op de televisie. Maar wat is internet nu eigenlijk? We praten met iemand die lesgeeft over wat je met het internet kunt doen. Mickey Oudkerk-Pol. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Wat is internet eigenlijk? Kort gezegd is internet een wereldwijd netwerk van computers. Waarop je informatie kunt downloaden, oftewel binnenhalen en uitwisselen. Ja, daar begin je al. Dus een wereldwijd netwerk. Nou, ik heb thuis een computer, dat begrijp ik nog. En ik begrijp dat een heleboel andere mensen computers hebben, maar zijn die dan in dat internet allemaal gekoppeld? Je bent pas gekoppeld aan internet op het moment dat je je computer via een modem aan de telefoonlijn verbindt. En op dat moment kan je connectie maken als je ook lid bent van een internetprovider, ofwel een internetaanbieder. Dat is degene die zeg maar de server heeft staan, die zorgt dat jij ook echt op dat net kan. Oké, in simpele bewoordingen, ik moet zorgen dat mijn computer
met andere computers verbonden is. En daarvoor heb ik een modem nodig en een telefoonlijn en iemand aan de andere kant die zegt, sluit maar aan. Ja. Dat heet een internet provider. In Nederland noem eens wat namen van bedrijven die dat doen. Je hebt Access for All, Euronet, NLNet. Dat is een hele grote die meer naar bedrijven toe zich richt. Terwijl Access for All meer naar kleinere particulieren. Je hebt er zoveel. Ik geloof Planet Internet. De bladen van internet staan helemaal vol met lijsten providers. Ja. Ik ken ze niet uit mijn hoofd. Ja. Ik vind het een hele mooie namen soms erbij. DigiFace en ik zag Simplex. Webmaster. Ja, vreselijk mooie namen allemaal. Ja. Er zijn een heleboel bedrijven in Nederland die zich met internet bezighouden langzamerhand. Hoe komt dat? Het is een snelle, effectieve manier van informatie uitwisselen en ook goedkoop. Informatie uitwisselen. Nou heb ik altijd moeite met dat begrip informatie, want als ik er naar kijk, dan praat ik liever over gegevens. Je wisselt data uit. Ja. We hebben hier ook een internetcafé. Mensen komen hier en zoeken dan allerlei dingen op. Ze gebruiken dat internet om dingen op te zoeken. Maar heb je daar ook wat aan om te weten dat, weet ik veel, wie de eerste stap op de maan gezet heeft? Ja, ik denk, je kunt het voor heel veel dingen gebruiken. Hè? En natuurlijk heb je er wat aan, want anders zoek je het niet op. Nou, ik heb het gevoel dat een heleboel mensen het ook voor de aardigheid doen. Ze willen gewoon in die grote bibliotheek van het internet een beetje rondkijken. Ja, dat klopt ook wel. Je hebt er wat aan, omdat je gaat niet zomaar naar Amerika even wat informatie vandaan halen. Als je daar naartoe belt, kost het je handenvol geld. Het is een voorbeeld hoor. Je kunt in dit geval gewoon direct verbinding met Amerika maken of met welk werelddeel in de wereld dan ook. Voor lokale kosten. Als je zegt lokale kosten, bedoel je dat mensen geen telefoontje met Amerika maken, maar alleen maar met die computer van diegene waarbij ze zijn aangesloten. Zeker, dus van de provider. Dus ja. Als je in Amsterdam naar een Amsterdamse provider belt, dan betaal je telefoontarief voor Amsterdam. Klopt. Nou, is internet een soort business aan het worden? Waarom is dat? Ik heb het gevoel dat op dit moment dat je er hele leuke dingen mee kunt doen. Als je student bent of als je onderzoek doet. Of als je, weet ik veel, misschien zakelijke gebruikers. Maar wat heeft iemand driehoog achter in de Kinkerstraten nou aan het internet? Je kunt op internet op een hele gerichte manier aan informatie komen. Je kunt het jezelf voorstellen. Het bestaat uit van allerlei homepages. Dat kun je voorstellen als... Een homepage is een schermbeeld, een soort bladzij uit een boek. Alleen het verschil is, een boek, daar moet je uit bladeren, je gaat naar de inhoudsopgave, je moet zoeken. Terwijl op deze bladzij, de homepage, klik je op het moment dat jij ziet van, oh, hier staat wat ik hebben wil, klik en je komt bij de volgende bladzij terecht. Het is een soort catalogus dus van die bibliotheek. Het zijn allemaal bladen of schutbladen, zeg maar de eerste pagina's van boeken. Je gaat de bibliotheek van het internet in, hè? Daar heb je wat software voor nodig, neem ik aan. En dan kom je dus in die catalogus en dan zoek je een onderwerp op. Hoe doe je dat zoeken van een onderwerp? Dat kan je op verschillende manieren doen. Je hebt allerlei searches. Tegenwoordig zijn we al zo geautomatiseerd dat die vrij snel gaan. Nee. Dus als je bijvoorbeeld, laten we zeggen, generatie X wil opzoeken, dan tik je dat in zo'n search engine. Ja. Dan zeg je, dan klik je op van ga nu zoeken en wat komt er dan terug? Dan krijg je hoogstwaarschijnlijk een hele pagina vol met allerlei informatie over Generation X. En dan is het weer aan jou om te bepalen van welke van de 100 onderwerpen klik ik aan. Oké, dus het blijft nog een beetje gokken. Ja, het is op zich, kijk, als je echt weet waar je heen wil en weet hoe de applicaties werken, dan ben je vrij snel waar je wezen wil. Maar even terug naar diegene in de Kinkerstraat, driehoog achter. Laten we even aannemen dat hij of zij nog een beetje Engels spreekt, maar die wil nu gewoon weten, het is zaterdag, wat ga ik vanavond doen? Hoe doe je dat met dit internet? Zet hij dan zijn machine aan en kan hij dan vragen, nou, bijvoorbeeld wat speelt in Paradies of in de Melkweg? Ja, zeker. Je kunt direct naar de homepage van, ik geloof dat Matzo zo'n soort homepage heeft, waar dan ook Paradiso in gelinkt is en zo. Maar je kunt ook naar de digitale stad,
waar ze een heel cultureel plein hebben. En via dat cultureel plein kun je dus een soort van uitlijst vinden. En je hebt ook bedrijfjes zoals de Channels bijvoorbeeld, waarop je allerlei uitlijsten kunt vinden. Dus er is al een heleboel te vinden voor degene die in Amsterdam woont en die een internetaansluiting heeft. Als die s'avonds uit wil, dan kan die al een beetje gaan zoeken en zeggen van, ik wil weten waar welke films draaien, welke bands. Dat soort zaken kun je gewoon makkelijk vinden. Ja, zeker. Gaat dat nog verder? Ik bedoel, ik neem aan dat Paradiso of Melkweg er nu in staan. Maar verwacht je dat ook het café om de hoek daar over een tijdje in komt? Ik denk dat dat voor veel cafés al het geval is. Dat ze er wel al in staan. Alleen, ja, ik denk nog niet zo heel uitgebreid. Ik weet nog niet wat ik vanavond kan eten in een bepaald café. Nou hou ik me daar ook niet zo mee bezig, hoor. Nee, maar waar hou je je wel mee bezig als je op dat internet kijkt? Nou, stel je voor, jij wil Windows 95 op je computer en je hebt al aansluiting op internet. En je komt tegen allerlei problemen aan te lopen bij installaties en je weet überhaupt niet heel goed hoe het werkt. Dan kan je dus allerlei FAQs, noemen ze dat. Het zijn de FAQ's, de Frequently Asked Questions. Documenten binnenhalen waar dus allerlei vragen en antwoorden over dat bepaalde onderwerp in staan. Ja, waar je dus vroeger naar de leverancier van dat pakket belde en zei, hallo, ik heb een probleem, dit werkt niet. Kun je nu op het internet naar zo'n pagina gaan en zoeken wat je probleem is? Ja, je haalt dat, je haalt zo'n vak, noemen we dat dan, haal je binnen in je eigen computer. En op dat moment kan je er thuis mee doen wat je wil. Je kunt gerichter de informatie eruit halen. Ja. Als ik nou bijvoorbeeld student ben en ik wil voor een onderwerp over economie weten wat de examenvragen van morgen zouden zijn, staan die er dan ook op of niet? Ik heb geen idee, maar mogelijkerwijs, want je kunt allerlei universiteiten in, maar examenvragen, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou kunnen, dat zou je aan een student moeten vragen. Nou, zien we dat ook steeds meer kranten op dat internet komen? Lijkt je dat handig? Dat lijkt me heel handig, want kijk, een krant is natuurlijk niet zo heel erg duur. Maar op het moment dat je een krant koopt, dan heb je ook gelijk te maken met dat je afhankelijk bent van wat er in die krant staat. Terwijl op het internet klik jij aan wat jij interessant vindt en dat haal je binnen. Dat lees je. Dus je hebt meer keuzemogelijkheid? Ja. Je kunt selectief informatie binnenhalen. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel handig als je er wat mee wilt doen, maar het heeft ook een nadeel. Het betekent dat als je helemaal niks wil weten van de oorlog in Bosnië of wat dan ook, dat je dat gewoon ook nooit op dit internet zult tegenkomen. Daar manoeuvreer je als het ware gewoon omheen. Waarom is dat een nadeel? Omdat je dan selectief informatie toelaat. Je leest alleen nog maar wat je leuk of interessant vindt en je sluit je een beetje af voor de dingen waar je niks mee te maken wil hebben. Oh, dat vind ik juist een voordeel. Dat scheelt zoveel aan energie. Ja, maar dat ja, is dan... Wat wordt Bosnië er wijzer van als ik me daarin verdiep? Terwijl ik er eigenlijk niks mee kan. Ja, je zou kunnen zeggen dat als je dan te veel op dat internet zit en alleen maar de dingen ziet die je wilt zien, dat je wereldbeeld vernauwt. Dat je dus alleen maar in je eigen wereldje opereert en je afsluit voor dingen die toch van belang zijn. De politiek, de wereldpolitiek, oorlogen. Ja, maar dat doe je toch ook als je geen krant aanschaft? Ja, maar de meeste mensen kijken natuurlijk toch wel naar de televisie. Ja, maar toch ook selectief? Ik bedoel, als jij alleen maar naar het Rad van Fortuin-achtige programma's kijkt, dan sluit je net zo goed af. Ja. Mensen zeggen wel dat dit dus een beetje de zapcultuur wordt van de komende eeuw. Je kijkt alleen naar die dingen die je wilt zien. Hè, televisie, vroeger hadden we één net, dus dan moest je wel naar het nieuws kijken, want er was niks anders. Nu zap je over de reclame en over het nieuws en de dingen die je niet wilt zien heen. Maar dan krijg je dus een cultuur waar mensen heel zich makkelijk kunnen isoleren van het brede wereldbeeld. Ja, maar zich ook makkelijker. Kijk, als ik mijn televisie aanzet en ik sap over al die programma's in, dan mag ik nog blij zijn als er een programma is waar ik echt iets mee kan. Terwijl internet is zo uitgebreid, omdat het over de hele wereld verspreide informatie is, waarin je niet alleen informatie binnenhaalt, maar ook informatie aanbiedt, waardoor je zeg maar veel meer op je eigen interesses in kan gaan. Ja, ja. Oké, dus het past een beetje bij de generatie X die wil zoeken wat ze zelf willen hebben. Raar onderwerp, je leest dat er bijvoorbeeld seks op het internet zit.
En dat enorm veel mensen daarnaar kijken. Is dat, hoe zie jij dat? Ik seks doe ik niet op het internet. Ja, maar vind je het goed? Maar mag dat erop van jou? Ja, voor mij, dat vind ik juist zo leuk van het internet. Ik noem het ook een hele mooie manier van anarchie. Want je kan dus zeg maar. Dus, volgens mij moeten daar geen regels aan verbonden zijn. Ik heb liever dat mensen doen waar ze zin in hebben op dat net, dan dat ze mij ermee lastigvallen. Ja, maar stel dat ik nou kinderen heb, die zijn 11, 12 jaar en die heb ik dan net geleerd hoe ze op het internet kunnen gaan. En die kunnen dan ook al die dingen bekijken waarvan ik zeg, nou, liever niet. Tja, maar dat kunnen ze natuurlijk normaal gesproken ook. Ja, maar we hebben een soort regels in de samenleving dat je toch niet echt in je blote kont op de Dam mag gaan staan. Nou, voor mij hoeft het ook absoluut niet op internet, hoor. Over jou hoeft het niet, oké. Okay. Nee. Nou, er is nog een bezwaar wat leeft tegen het internet. Dan zeggen ze, ja, dat is ook een manier waarop de misdaad met elkaar kan communiceren zonder dat iemand dat zou zien. Dat vind ik heel eng. Op een bepaalde manier vind ik het heel eng. En aan de andere kant, als het opengegooid wordt, dan kunnen mensen ook van gedachten uitwisselen op een bredere manier. Op dit moment is het heel erg van, zit je in die groep, dan hou je je daarmee bezig. Nu is het zo, er zijn allerlei nieuwsgroepen op internet, waardoor het opengegooid wordt. Die nieuwsgroepen kan jij binnenhalen, die kan ik binnenhalen. Even uitleggen, wat is een nieuwsgroep? Een nieuwsgroep is een groep die zich bezighoudt met het onderhouden van contact over een bepaald onderwerp. En dat doen ze via e-mail, via elektronische brieven die ze naar elkaar sturen? Dat doen ze via... Indirect via e-mail, denk ik, want het wordt opengegooid. E-mail is meer zo van, je stuurt het direct naar één persoon. En nu is het van, het gaat via een nieuwsgroep. Je haalt een nieuwsgroep binnen en je krijgt vervolgens al die e-mailtjes te zien. Kan ik dat zien als een soort elektronische aanplakpaal waar alle mensen hun bericht op hangen? En dan kunnen andere mensen daarnaar kijken en die kunnen dan die nieuwsgroep doorlezen. En op reageren. En op reageren, ja. En ook weer hun eigen berichtje erop plakken. Ja, zeker. Ja. En daar komen dus soms allerlei hele rare berichten op van hele dingen. Het vervelende van dat nieuwsgroep gebeuren op internet is vaak dat dan heb je bijvoorbeeld een nieuwsgroep die houdt zich bezig met CD-ROMs. En dan zijn er toch nog mensen die allerlei rare berichten daarop achterlaten die eigenlijk helemaal niks meer met die CD-ROM te maken hebben. Een soort etervervuiling in de cyberspace. Ja, dat vind ik dus heel vervelend dat dat kan. Maar ja, ik weet ook niet hoe je dat tegen moet gaan. Het is jammer dat het zo is, want je haalt het ook je computer binnen. Dus je krijgt ook al die onzin binnen. Ja, nou zit ik zelf ook op een paar nieuwsgroepen. En daar zijn soms hele flame wars. Mensen gaan elkaar uitschelden. Ja. En dat loopt heel hoog op. Het lijkt wel of je op het internet harder kunt roepen en schrijven, maar dan in tekst, dan je in het normale leven zou doen. Ja. Ja? Hoe zie je dat? Ik vind het jammer dat mensen wat dat betreft zich zo vrij voelen. Ja, maar is het heel ongecontroleerd. Ja, want er kijkt natuurlijk niemand mee. Je tikt maar wat in en je stuur je weg en daar komt niet iemand langs. Die komt even aan de deur tikken en zegt, hallo meneer, dat mag je niet zeggen. Nee, en dus aan de andere kant denk ik dat ze het op een gegeven moment ook wel doorkrijgen zelf. Het zal een tijdje duren. Nee. Maar het is hun ongecontroleerde gedrag en dat is jammer. Ja. In Amerika is een hele beweging om dat wat je op het net mag zeggen, over seks of over andere dingen, om dat te gaan controleren. Vind je dat een goede trend? Het is natuurlijk wel heel praktisch als mensen zich daaraan kunnen houden, ja zeker. Dus je vindt dat er toch een soort regels moeten zijn? Ja, ik weet het niet, Luc. Ik bedoel, mijn ervaring is dat op het moment dat er allerlei regels zijn, dan ook weer allerlei nadelen met zich mee kan... kan brengen. Terwijl op het moment dat er geen regels zijn, dan heb je ook wel te maken met het negatieve eraan. Maar uiteindelijk projecteert het zich toch weer terug op degene die het als zodanig naar buiten heeft gebracht en niet op mij. Want ik kan het gewoon deleten. Ja, goed. Wat zie je van de rol van internet voor zeg maar de politiek? Ja, het heeft zelfs zijn voordelen. Maar wat bedoel je daarmee? Nou, er wordt gesproken over elektronisch stemmen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Lijkt je dat een goede zaak? Dat mensen via hun e-mail of via een soort elektronisch stemhokje hun mening kunnen geven over lokale politiek of landelijke politiek? Nou, het gaat natuurlijk veel sneller. En er zijn veel minder mensen voor nodig om het allemaal te ordenen. Want het gaat allemaal via de computer. En de computer is uiteindelijk weer gemaakt om de mens te dienen. Dus het zal zeker zo zijn voordelen hebben. Zie je daar ook nadelen in?
Ik vraag me af of het controleerbaar blijft allemaal. Nou ja, het moet goed beschermd zijn dat niet iemand zes keer stemt of wat dan ook. Maar is ook niet het nadeel dat je een dat heet in de techniek, een terugkoppelus heel kort maakt. Dat wil zeggen, er is een televisieprogramma over een bepaalde item. Dan zou je mensen hun mening direct kunnen vragen. En dan mensen reageren heel instinctmatig, heel in een opwelling. Van, oh, ik vond dat een aardige presentator, dus ik ben voor of tegen dat onderwerp. Zie je daar een nadeel in? Dat je... Maar dat nadeel heb je volgens mij altijd. Er zijn altijd mensen die zich niet voldoende in een bepaald onderwerp hebben verdiept om daar echt hun mening over te kunnen geven. Ja. Maar het voorbeeld daarvan is dat in Amerika als een presidentskandidaat een redevoering houdt, dan wordt terwijl die de redevoering houdt, wordt al nagegaan wat de reacties van de mensen zijn. En wordt tijdens zijn speech, buigt hij als het ware al naar het publiek toe. Als het publiek dus blijkt niet goed te vinden wat hij zegt of het wat meer naar links of naar rechts, dan buigt hij tijdens zijn toespraak al naar het publiek toe. En op die manier bestaat het gevaar dat zo'n presidentskandidaat of een president alleen maar gaat zeggen wat hij denkt dat de mensen willen horen. Ja. Ja, dat is een internet in de praktijk. Hè? Hoeveel kost het je als je een internet gaat doen? Ik denk dat heel afhankelijk is van bij welke provider je... Oké, maar praktisch waar, wat kost het jou? Het kost mij 30 gulden per maand en dan kan ik ongelimiteerd op internet. Dat begrijp ik, maar hoeveel kost het je daarna aan telefoon bijvoorbeeld? Dat kost me 1,80 per uur in het goedkope tarief. Maar heb je een idee wat het je de afgelopen maanden heeft gekost per maand? Is je rekening 30 gulden omhoog gegaan of 50 gulden? Of ben je gewoon geschrokken van je telefoonrekening? Het heeft me veel te veel gekost de afgelopen maanden. Ja, geef eens een idee daarvan. Ik betaalde normaal 150 gulden telefoonrekening per maand en ik betaalde nu rond de 300, dus het dubbele. Dus dan heeft het je 150 gulden meer gekost, plus 30 gulden meer. En een heleboel kennis meer en een heleboel, ja. Ja, je hebt er ook wat voor teruggekregen. Ja, maar je had ook iedere avond naar de film kunnen gaan voor dat geld. Ja. Ja. Dus internet is niet zo vreselijk goedkoop als je er veel mee doet. Ik denk dat het afhankelijk is van hoe slim je er zelf mee omgaat. Leg dat eens uit. Ik bedoel, je gaat achter je computer zitten en je begint te kijken. Kan dat nog slimmer? Weet je wat het is met internet? Die homepages, ik legde net al uit. Dan heb je dat, dan kun je dus klikken op zo'n bladzij en dan kom je weer verder. En dan kan je weer klikken en dan kom je weer verder. Maar daar kan je dus ook heel makkelijk in verdwalen. En voor je het weet, heb je zoiets van, oh, ik zit daar al 1,5 uur. Of, oh, ik zit er al 3 uur. De tijd gaat verschrikkelijk snel. Ja, dat is een woord voor surfen. Je bent aan het websurfen en je raakt soms wel eens de golfjes kwijt. Je weet niet meer waar je bent. Dat kan gebeuren. Maar op het moment dat je dat onder controle hebt, dan gebeurt dat niet. Ja. Wat voor soorten mensen hebben er nou het meeste aan? Want het blijkt dus geld te kosten, maar wat voor soort mensen zou je nu aanraden van ga eens op dat net kijken? Ik denk bedrijven, omdat je e-mail kan onderhouden met elkaar. Dat is dus heel handig. Dus bedrijven hebben er zeker wat aan, alleen ik weet niet of bedrijven allemaal echt veel hebben aan aan het hele webserver. Ik denk meer dat voor bedrijven e-mail dus echt praktisch is. Ja. E-mail is als je een elektronische postbus hebt, dat wil zeggen dus een adres, Jan, en dat is zo'n raar tekentje voor @ Access for All, of bedrijf, schoenenbedrijf Jansen, Access for All. En dan kun je vanuit die postbus berichten zijn naar alle andere mensen waarvan je het e-mailadres weet en zij kunnen naar jou berichten sturen. Ja. Maar daarvoor hoeft je computer dus niet de hele tijd verbonden te zijn. Je kunt dus gewoon een paar keer per dag of zelfs een paar keer per week inloggen. Dan maak je de verbinding en dan vraag je als het ware, wat zit er in mijn postbus? Je haalt je postbus op en dat kost je 1 minuut. Ja, want dat zijn allemaal teksten en dat gaat veel sneller dan die pagina's van dat web. Tenzij je ook met allerlei grafische beelden bezig bent, dan kost het je wel meer aan tijd. Okay. Maar in principe is dat een heel simpele manier. Zie je dat als een soort vervanger van de fax? Dat weet ik niet. Ik denk dat een fax heel anders... Ja, op zich is het ook een vervanger van de fax. Maar op zich gaat een fax versturen natuurlijk nog directer. Ja, want daar heb je een 1-op-1 verbinding. Ja. Maar dat betekent wel dat als je de fax aan moet staan, er zijn bedrijven kunnen daar dus brieven mee sturen. Maar kun je daar bijvoorbeeld ook mee betalen? Met die e-mail? Uiteindelijk willen ze dat betalingsverkeer zeker zo maken, ja. Zodat je ook elektronisch kunt betalen? Ja. Ja, dan zou het dus ook betekenen dat je niet alleen kunt kijken wat de pizza of de day is van die pizzeria 2 straten verder, maar dat je dan kunt bestellen en ook kunt betalen.
Maar ja. Dan moet dat natuurlijk nog wel iemand op zijn motorfietsje stappen om dat te brengen naar jou. Ja. Er zijn andere dingen die je op die manier kunt kopen die je wel elektronisch kunt afleveren. Bijvoorbeeld software. Koop je wel eens software via het net? Dat is maar... Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Waarom heb je dat niet gedaan? Omdat ik dat nog niet nodig heb gehad. Je hebt het nog niet nodig gehad. Oké, okay. Maar daar heb je op dit moment in Amerika een creditcard voor nodig of zo, om dat te kunnen doen. Je haalt wel software van het net? Ik haal wel software van het net, ja. En dan praat je over wat voor software? Bijvoorbeeld een tekstprogramma van zo'n net of gaat het om drivers? De software die ik nodig heb om goed te kunnen functioneren op het net. Dat is vaak software die over het net gaat. Netbrowsers en dat de soort programma's, dingen. Zeg maar, de applicaties die nu nog allemaal aangepast moeten worden. En dus nu op zich nog te verspreiden zijn op een manier waardoor je nog niet hoeft te betalen. Ja. En dan moet in de toekomst dus zou ik ze zeker gaan kopen, ja. Okay. Maar dan denk je dus bijvoorbeeld aan een situatie waarbij iemand een stuk software op zijn elektronische brievenbus heeft staan. Jij roept dat aan en jij vraagt die software op. En die komt via de telefoon in jouw computer. Moet je hem dan nog installeren? Moet je er dan nog wat mee doen? Dan moet je hem zeker nog installeren. Meestal wel. Dus je installeert hem en dan kan je ermee gaan werken. En tegenwoordig is het zo dat je dan 30 dagen krijgt om het uit te proberen. En vervolgens moet je dat dan aanschaffen. Als je dat een prettig programma vindt, dan registreer je en dan koop je dat. Dus een soort marketingmethodiek via het internet zelf proberen. Nou... Ik hoor allemaal positieve verhalen van heel Nederland moet aan het net. En ik heb eens gelezen dat er over een paar jaar 1 miljoen mensen op dat net zouden moeten zijn. Maar is het allemaal wel zo ideaal op het moment? Nou, sommige dingen wel. Je kan bijvoorbeeld als je werkzoekend bent, of je hebt biedt iets aan of vraagt iets. Je kunt dat allemaal op het net vinden. Je hoeft niet per se naar een arbeidsbureau toe te stappen om elke dag weer te gaan kijken van is daar werk voor me. Je kan alles via de computer binnenhalen. Ja, dat is een voorbeeld. Praktisch. Ik bedoel meer, mijn ervaring is met het internet en we hebben hier een internetcafé. Nou, heel vaak kun je geen verbinding krijgen of als je een verbinding hebt dan gaat het heel langzaam. Of die computer doet het weer even niet. Of je hebt een virus. Of het telefoonkabel die zit er. Ik vind het in de praktijk nogal een gedoe. Ja, dat hangt er ook weer vanaf. Ik bedoel, op het moment dat jij tussen 8 en 10 s'avonds het internet belt, omdat dat het goedkoopst is, dan kom je daar moeilijk binnen. En als je al eenmaal binnen bent, dan zijn al die lijnen zo bezet met bitjes en baatjes, dat je eigenlijk al heel lang moet wachten voordat je de juiste informatie op je scherm hebt. Nee. Nou, 2 jaar geleden toen wij ook met het internet begonnen, toen zeiden ze nou, maar dat wordt allemaal een stuk beter. Maar het wordt eigenlijk niet beter. Hoe komt dat? Ik denk dat het veel tijd en geld nodig heeft om beter te worden. Ik bedoel, we zitten nog niet allemaal op glasvezel. Of eigenlijk nog bijna allemaal niet. Ja, ja. Dus je zegt, er zal wel een techniek komen die dat wat beter maakt, maar dat moet nog even op tijd en geld wachten. Ik denk, de techniek is er al, maar om de techniek zich maar ook daadwerkelijk aan de gang te krijgen, ja, dat is een ander verhaal. Zie je de invloed van dat internet? Hè? Je kunt zeggen, als mensen via het internet een baantje zoeken, dan hoeven ze niet in de tram of in de auto te stappen om sollicitatiebezoeken af te leggen. Je kunt makkelijker e-mailen. Zijn er milieuvoordelen van dat internet? Waar doe je dan op? Nou, dat je geen brieven stuurt. Dat je schoner voor het milieu. Mensen praten over telewerken bijvoorbeeld, dat je via telecommunicatie allemaal kunt gaan telewerken in je. Tja, het is als je elektra is ook milieuverontreinigend en ik ben er geen expert in. Ik neem aan dat ik weet niet of de auto erger is dan de computer. Ik neem aan van wel. Ja, ja, op dit moment. Goed, internet. Als ik de verhalen mag geloven, dan moeten we allemaal eraan. Zie je dat ook gebeuren? Zie je echt dat 80% of 90% van de bevolking over 5 jaar op het internet zit? Nee. Waarom niet? Ja, ik denk een heleboel mensen zijn helemaal niet eens bezig met computers. Ik bedoel, het is hun hele leven niet, joh. Ze willen... Als jij bij wijze van spreken kok bent, ja, natuurlijk kan je recepten van het internet halen, maar waarom zou die? Hij kan zijn recepten toch ook uit een boek halen en dat is toch veel praktischer.
Maar goed, dat is dezelfde discussie die er was met de televisie. Toen de televisie kwam, zei dan gaan mensen niet meer naar het theater toe. En nu gaan de mensen niet meer naar de bioscoop. Of de mensen gaan zeker niet naar het voetbal. Maar wat ik begrijp is dat heel veel mensen naar televisie kijken voor het voetbal. Maar ook nog heel veel mensen naar het voetbal gaan. Ja, maar dat is natuurlijk een heel andere sensatie, naar het voetbal gaan. Ik bedoel, eten doe je niet via internet. Je kan hooguit via internet kijken waar je wat zou kunnen eten. Ja, maar dan krijg je de belofte. Mensen praten over virtual reality helmen en VRML. Zodat je ook via het internet een soort sensatie kunt krijgen dat je er echt bent. Zie je dat gebeuren? Ja, zeker. Dat lijkt me reuze interessant. Ja. Hey, op dit moment kun je dat nog niet doen. Dat is nog een soort belofte die afhangt van betere techniek, snelle verbinding. Ja, het is nog heel beperkt. Het is nog in ontwikkeling. Tenminste, dat denk ik. Ja. Ja. Wat heb je zelf ook een homepage? Ik ben er een aan het ontwikkelen, maar die is nog helemaal niet naar mijn zin. Oké, maar dat mag bij jouw provider, mag je een eigen homepage hebben? Ja. Ja, ja. En wat wil je daar opzetten? Ga je daar heel persoonlijke dingen opzetten? Of ga je daar alleen maar je telefoonnummer en je huisadres en dat soort dingen opzetten? Nou ja, uiteindelijk wil ik wel dat het uitgebreid wordt binnen de interesses waarmee ik me bezighoud. Bijvoorbeeld in de muziek, dat er een bepaalde... Ja, dat er allerlei sites in de muziek te bereiken zijn, maar ook persoonlijke dingen en ook technische dingen. Het is eigenlijk heel breed. En ben je niet bang dat bijvoorbeeld een potentiële werkgever of een werkgever dat eens even opzoekt? Nee. Van ik wil eens even kijken wat Mickey nou allemaal voor hobby's heeft. Absoluut niet. Dat is juist de bedoeling. Oh, dat is juist de bedoeling. Ja. Daar moet het juist voor. Maar stel dat nou iemand heeft een wat afwijkend seksueel gedrag bijvoorbeeld en heeft op zijn homepagina daar wat over gezegd. En dan vindt zijn baas uit en die zegt hallo... Als die iemand dat geheim wil houden, zal hij dat daar niet neerzetten, neem ik aan. Mm-hmm. Maar als die iemand nou wel lid is van een newsgroep over, zeg maar, afwijkende seksuele gewoontes? Ja, dan nog. Als die iemand dat niet open wil gooien, dan moet hij niet op internet gaan. Ja. En als nou zijn baas bijvoorbeeld via een zoekprogramma gaat uitvinden wie waar wanneer wat gezegd heeft, zie je dat als een aantasting van de privacy? Ja, ik zelf denk dat als ik een afwijkend seksueel gedrag zou hebben, zoals jij dat dan noemt, ja, dat als de werkgever er zo over denkt, dan zou ik niet eens voor die werkgever willen werken. Ja, dat begrijp ik, maar zie je de gevaren voor de privacy? Ja, tuurlijk zijn er gevaren. Ja. Moeten mensen daar bang voor zijn al? Ja, ik zelf heb er niet zo heel veel problemen mee. Maar ik denk dat er mensen zijn die daar wel problemen mee hebben. Ja. Een van de gedachten achter de digitale stad was bijvoorbeeld dat je daar vrij anoniem kon rondrennen. Daar is een homoplein in de digitale stad. Leg even uit wat de digitale stad is, want we praten over... De digitale stad is een soort van... Een stad die gedigitaliseerd is, die je dus via schermbeelden kun je zien wat daar gaande is op het gebied van politiek of op het gebied van cultuur of of in de homo-wereld of op de computer, in de computerwereld. Het is een soort model dus? Het is een soort model waarin je hebt in de digitale stad heb je een kiosk waar je dan allerlei tijdschriften of informatie weer vandaan kan halen. Maar je hebt ook een manier om te kunnen zien wat er allemaal te doen is. Je hebt een manier om een café binnen te gaan, om te communiceren met andere mensen. Je kunt heel direct e-mailen in de digitale stad. Je kunt er ontzettend veel mee doen. Dus het is een soort model eigenlijk wat je helpt. Ik kan me een ander model voorstellen. Je gaat naar een bibliotheek en daar heb je dus een catalogus. En dan kijk je eerst bij de A of de B of de C, een alfabetisch register. Dat is ook een manier om de juiste informatie te vinden. Maar hier kom je op een kaart, je klikt aan waar je naartoe wil. Je hebt pleinen en gebouwen. En iedereen begrijpt best wel dat een postkantoor een plek is waar je dan ook e-mail kan doen. En iedereen begrijpt dat de bibliotheek is waar je iets kunt vinden. En maar er zitten ook huizen in. Ja. En daar wonen individuele mensen. Heb jij ook zo'n huis? Ik heb geen huis. Maar er zijn mensen die een huis hebben. Ja, ik ken heel veel mensen met een huis. En ik denk dat het voordeel van zo'n huis is dat je en informatie kan aanbieden en dat je in contact komt met al die mensen die ook op die manier hun informatie willen aanbieden. Dus dat je sneller bij je doelgroep komt. Ja, en ontmoet je die dan ook? Ik bedoel, heb jij gemerkt dat je meer contacten hebt met mensen met soortgelijke ideeën dan daarvoor? Ja, zeker. En waar ontmoet je die mensen dan? Die mensen ontmoet je ofwel omdat ze jou een e-mailbericht sturen, wat je wel of niet interessant vindt. En dat is natuurlijk heel beperkt ook op een bepaalde manier.
Of je ontmoet ze in zo'n café, of je ontmoet ze doordat je hun huis binnengaat en denkt, goh, dat is interessant, ik schrijf hun. Ja, dat en dan groeit er een contact en dan, ja. Dan zie je ze misschien ook eens een keer in een echt café. Ja, en dan kan het zijn dat je inderdaad iets uit kan werken met elkaar, omdat je gemeenschappelijke interesses hebt. Heb je gevoel dat je wat meer, zeg maar, wortels in de stad krijgt op deze manier? Wat meer contacten? Ja. Dus het helpt je sociaal functioneren als je... Ja, mij wel. Ja, dat meer vraag ik niet. Maar dat zou een voordeel kunnen zijn als dat de wereld leidt een beetje aan vereenzaming, zou ik maar zeggen. Ja. He, mensen zijn allemaal op zichzelf, wonen in huisjes, kamertjes. Ja. Maar op deze manier zou er weer een nieuw verband kunnen groeien tussen de mensen. Ja, zeker. Ja. Dat is denk ik ook wat ik bedoelde hiervoor. Met dat ik dan ook zeg van, ik vind het juist geen nadeel dat je alleen maar op je eigen interesses zeg maar richt. Omdat je juist, maar daar waren we dus dan nu aangekomen, ook in contact komt met mensen die daar ook mee bezig zijn. En dat weer uit kan bouwen. Ja. Een soort elektronische tribe, een stamverband van mensen die soortgelijke interesses hebben en elkaar vinden in die cyberspace. Ja. Cyberspace is ook zo'n woord wat vreselijk veel wordt gebruikt. Hoe zie je cyberspace? Cyberspace is een bepaald soort van ruimte waarin je jezelf kunt besturen. Even kijken. Cyberspace is dan... Want er zijn een heleboel definities van cyberspace. Is als ik e-mail naar jou stuur en jij stuurt e-mail naar je, dan communiceren we niet in de telefooncentrale, maar in iets wat we dan maar cyberspace noemen. Ja. Een soort denkbeeldige... communicatieruimte. Ja, het is, je kunt jezelf sturen naar bepaalde informatie of naar bepaalde personen die bepaalde informatie hebben of uitwisselen. Ja, een elektronische ruimte. Ik weet dat daar zijn allerlei boeken over geschreven. Bill Gibson heeft daar een boek over geschreven. De Werner Vinge was de eerste met een boek dat heette True Names, wat hij al in 82 geschreven heeft. En dat ging dus over die cyberspace. En in die tijd waren dat hele fantasiewerelden. Maar dat kon toen nog helemaal niet, want er waren nog helemaal geen computers die dat konden. Maar die science fiction schrijvers, zoals met name Bill Gibson, heeft dat idee dus uitgewerkt. En langzamerhand is cyberspace bijna een huishoudwoord geworden. Iedereen praat over, niet alleen over cyberspace, maar over cybertrips en het cyber aan alle kanten. Cyberpunk. Ja, cyberpunk. Ja, zo heette de in het begin was de categorie science fiction, werd cyberpunk genoemd. En het woord cyber komt dus van sturen, hè, van Norbert Wiener gebruikte dus het woord cybernetica. Mm-hmm. En, Fred Polak, dat was een Nederlander die veel aan futurologie deed. En dat was eigenlijk al aan het eind van de 40 en 50 jaren. Maar cyberspace is nu helemaal in. Zie je jezelf als een cybernaut? Ja, zeker. Okay. Mickey, bedankt voor je uitleg. Graag gedaan. En, dit was internet. Wat kun je ermee? Voordelen, nadelen? Is het iets voor iedereen? Het blijft een open vraag en we komen er vast nog een keer op terug. Goedemiddag.